Hallo en leuk dat je kijkt. Mijn naam is Henrik Liewers en in deze video laat ik u meer zien over nieuwe Opel Insignia sportstoeren. Kijk je gezellig mee? Nou, de nieuwe Opel Insignia is leefbaar met verschillende benzine- en dieselmotoren. Hij is leefbaar met een 1.5 turbo benzinemotor, 140 pk of 165 pk. En een 2 liter turbo met 260 pk. En als we naar diesel gaan kijken, is hij voorzien van een 1.6 diesel met 110 pk of 136 pk. Een 2 liter diesel met 170 pk. En er is nog een 2 liter diesel biturbo met 210 pk. Nou, natuurlijk leverbaar met handgeschakeld en met automaat. Nou, wat standaard op de Insignia zit, is het keyless entry. Deze afstemming zit bij de auto. Je kunt heel gemakkelijk de deur open en dicht doen. Twee keer op deze knop gaat de achterklep open. Dit laatste is niet standaard, maar wel mogelijk op de nieuwe Insignia. Nou, en op elke deurgreep zit een knop. Daarmee kun je, als de sleutel in de buurt is, de deuren open doen en weer dicht doen. Nou, dan komen we nu aan de binnenkant van de Opel Insignia. Natuurlijk zijn de ramen en spiegels hiermee elektrisch. Nou, deze auto is dus besteld een elektrische achterklep. Wat ik vertelde net al met de sleutel, maar er zit ook nog een knop hier dus in de zijkant van de deur. Waarbij je heel makkelijk de deur openen en dicht kunt doen. Nou, uiteraard zijn er ook verschillende stoelen en bekledingkeuzes. Stoelen die we hier zien zijn eigenlijk de meest luxe stoelen. Die zijn voorzien van een donkerbruin leder. De ergonomische comfortstoel, die is daar ook in een stoffen variant. Je kunt dus het zitgril uitschuiven. Hij geeft ook meer steun aan de zijkant en ook aan de rug. Echt een ideale stoel voor de mensen die even wat comfort willen hebben in een stoel uiteraard. Deze is ook nog elektrisch verstelbaar. Ook nog met geheugen en er zit ook nog een massagestand bij. Nou, hier zien we het dashboard van de nieuwe Opel Insignia. En wat natuurlijk opvalt is dat het een mooi rustig dashboard is. En niet te veel knoppen. Alles is dus heel veel in het touchscreen verwerkt. En laat ik u zo nog zien. Aan het stuurwiel bevinden zich links het cruise control. En rechts de bediening van het audiosysteem. Nou, dan zijn we nu in de auto. De auto is dus ook voorzien van een startknop. Die bevindt zich rechts naast het stuur. En als ik de auto start. Wat meteen opvalt bij deze auto is dat hier nog een hele mooie bordcomputer in is bijbesteld. Dat heeft hij niet standaard, maar het is bij deze auto bijbesteld. Nou, dus een extra groot scherm, waarbij natuurlijk de meters eigenlijk allemaal digitaal zijn. En heeft natuurlijk een heel mooi overzicht wat dit eigenlijk geeft. Nou, bij deze auto is ook het head-up display besteld. Ik hoop dat u hem goed kunt zien. Die bevindt zich dus mooi in het voorraam. Nou, en hier links naast het stuur, daarmee kun je dus het head-up display instellen. Je kan hem natuurlijk hoger of lager instellen, donker of lichter. En je kan aangeven welke informatie je daarop wil zien. Nou, zoals ik al zei, inderdaad is het een mooi rustig dashboard. Heel veel informatie zit dus in het IntelliLink systeem. Onder andere audio natuurlijk, telefoon, is een mogelijkheid tot Apple CarPlay, Android Auto. Navigatie, alle instellingen kun je daarin kwijt. En natuurlijk ook de kachelbediening, sms-berichten leest hij ook voor. En er zit ook Opel OnStar op, de nieuwe communicatiesysteem van Opel. Waarbij je eigenlijk 24 uur per dag, 365 dagen per jaar contact kan hebben met een OnStar-medewerker. Die kan een bestemming laten invoeren. Die kan eventueel advies geven of noem het allemaal maar op. Zit een jaar lang zit het er gratis bij. Daarna kun je een abonnement voor afsluiten. Ben benieuwd hoe het werkt? Ik heb een andere video heb ik ook over Opel OnStar gemaakt. Waarbij we daarin in dieper gaan, meer uitleg en meer laten zien. Dus ik zou zeggen, kijk die gerust. Nou, en hier zien we ook de klimaatcontrole. Hè, natuurlijk links en rechts gescheiden van elkaar. Nou, en wat ik zelf een hele mooie optie vind, is het winterpakket. Ja, dus dat is voorzien natuurlijk van stuur- en stoelverwarming. Maar daarnaast, en dat is ook nieuw op de Insignia, zit er ook een mogelijkheid op tot vooruitverwarming. Nou, deze Opel Insignia is voorzien van een automaat. Dit is een 1.5 turbo 165 pk. Nou, uiteraard is hij met diesel ook met automaat leverbaar. Maar dan wel vanaf de 136 pk 1.6 of de 2 liter 170 pk. Nou, dan zijn we nu aanbeland aan de achterkant van de auto. En wat natuurlijk heel mooi is, het chroomaccent. Die loopt natuurlijk over de gehele lengte van de auto. En loopt hij mooi door. Achterklep bij deze auto is elektronisch kan die open. Dat kan door middel van de knop die aan de zijkant zit of de sleutel. Of het kan ook door middel van een voetbeweging. Nou, de laatste werkt dus als volgt. Hij geeft dus een ledlicht op de grond met het symbool van dat de achterklep open kan. Wanneer ik daar mijn voet onder doe, gaat uiteraard de achterklep open. Heel makkelijk natuurlijk als je aankomt lopen met je handen vol.
Nou, en hier zien we dus de kofferruimte van de Opel Insignia. Bij deze auto is nog het Flex Organize pakket bijbesteld. Dat zijn dus de rails die aan de zijkant zitten. Waarbij je nog heel makkelijk nog accessoires op kunt bevestigen. Daar heeft hij dus niet standaard. Maar wat hij wel standaard heeft, is dat hij natuurlijk een enorme laadruimte heeft. 532 liter kan hierin. En wanneer de achterbanken die plat zijn, kan er uiteraard nog meer in. Achterbank plat kan uiteraard ook heel makkelijk via de knop die hier in de zijkant zit. En wanneer deze aantrekt. Wanneer het knopje aantrekt, gaat de achterbank gaat plat. Ideaal. Nou, de Opel Insignia is dus een stuk groter geworden dan zijn voorganger. Hij is bijna 5 meter. En dat is natuurlijk een hele lange auto met enorm veel, veel laadruimte. Hij is ook een stuk lichter geworden. En door deze lange wielbasis ook een stuk lichter. Heeft natuurlijk extra veel comfort. Nou, de auto die we hier zien is eigenlijk een hele luxe uitvoering. Het is de Business Executive uitvoering met een aantal extra opties. Hè, waaronder andere stoelen die we net gezien hebben. Het head-up display die we gezien hebben, de elektrische achterklep. En wat deze auto ook nog heeft, is een panoramadak. Het voorste gedeelte kan dus gekanteld worden of open. En achter heeft hij ook inderdaad een heel mooi glazen dak. Uiteraard kan het ook nog dicht worden. Er zit zonwering op, dus het kan ook nog dicht voor uiteraard met de zon. Nou, hier op deze auto is ook het Open Sea Line pakket bijbesteld. En daardoor krijg je ook een zwart hemel. Het stuurwiel ziet er ook iets anders uit. Het is een afgevlakt stuurwiel, waardoor het nog wat dikker, dus nog wat fijner ligt het in de hand. En hij heeft ook de aluminium pedalen. Nou, dat zijn aan de binnenkant nog mogelijkheden. Dat is van de Open Sea Line pakket. En je ziet ook mooi aan de zijkant het Open Sea Line logo. Aan de buitenkant heeft hij ook nog heel mooi deze sizekeurs. En natuurlijk ook de achterbumper. En de voorbumper zijn hierin ook anders. Nou, ook qua velgen kun je natuurlijk het geheel naar eigen wens samenstellen. Standaard heeft hij 17 inch. Dit hier, op deze auto zit 18 inch velgen. En die zijn er eigenlijk in deze variant. Dus de multispaaksvelg. Of deze variant is er ook nog. En die heeft dus, die zijn even wat strakker. En daarnaast zijn die ook in twee kleuren. Geeft natuurlijk nog een mooier accent. Er zijn ook tal van verschillende kleuren mogelijk op deze auto. De kleur die we hier zien is Dark Moon Blue. Dus een donkerblauw metallic kleur. Dat is ook een nieuwe kleur. En persoonlijk ook een hele mooie, chique kleur is dit. In het donker lijkt het net zwart. Maar wanneer er met licht opvalt, zeker buitenrijden, dan zie je echt wel de donkerblauwe accenten daarin. Nou, de laatste optie die ik graag wil bespreken is het verlichtingssysteem. Standaard is de auto voorzien van LED-verlichting. Maar je kunt uiteraard er nog extra voor kiezen om te gaan voor de Intellilux verlichting. Nou, dat is echt een wereld van verschil. Deze is natuurlijk veel meer lichtopbrengst wat hij heeft. En het grote voordeel is dat je eigenlijk gewoon met groot licht aan kunt rijden. He, wanneer er namelijk een tegenlichter aankomt, dan schakelt hij eigenlijk de lamellen die in de kolom zijn, schakelt hij eigenlijk uit. Zodat de tegenlichter eigenlijk geen last heeft van jouw verlichting. Maar zelf je een prachtig mooi en een helder beeld hebt. Ik hoop dat ik je hiermee een leuke indruk heb gegeven van deze nieuwe Opel Insignia Sportstourer. Wij zitten gevestigd in Roden aan het Centurbanoord 133 in Roden. Dus ben je in de buurt, dan zeg ik kom langs en bekijk deze auto in het echt. Natuurlijk hebben we ook een mogelijkheid voor een proefrit. En zijn er vragen, beantwoord ik ze ook. Je kunt dit hieronder intypen. Like meteen onze pagina. En anders kun je altijd mailen naar Hendrik@liewesrode.nl. Hartelijk dank voor het kijken. Nog een fijne dag.